Dit is de autoriteit. Dit is een beetje een chaot. En dit is vriendelijk. Ik ben onderhand een mediaman in plaats van een voetballer geworden. Maar dat brengt me naar België en daar blijf ik 5 in. We nemen nu een reclame promo op. Ik vind het ook wel tof als je zo eigenlijk met je rug daarnaast staat, dus anders gedraaid. Dat is het mooiste van Anderlecht bijna, dat die schitterende, ik zou bijna in Frans beginnen, pelouse. Dit is een podium waar je als kind van droomt om er ooit op te voetballen. En het ligt na 100 jaar nog beeldschoon. Kijk, als het aan mij ligt, komen die bomen ook terug, snap je? En die doelen met die ronde stangen. Dan ga ik ook wel heel sentimenteel. Al 100 jaar lang is Anderlecht titelkandidaat en dus dit jaar ook. En we moeten misschien iets meer verwachten in de Europa League nu. Maar dat wordt met het jaar moeilijker. Weet je wel. Dan wachten we een minuutje. Dat heb jij als mediaman zeer goed opgemerkt. Nou ja, eigenlijk moeten we hem om de nek vallen. Hij verzorgt dat terrein. Ik heb in een amateurtijd gespeeld. Weet je wel. Ik kende de terreinknecht, de conciërge, alle supporters bij naam. Echt waar, die straat. Daarom zou ik het ook zo erg vinden als dat verdwijnt. Als wij dat doet pijn. Naar parking C zouden moeten. Ja, dan moet je me nog een keer interviewen en dan ga ik alle zeilen bijzetten om toch van Anderlecht te houden.